Lohindel. Ah. Bobby did Lohindeo. Nou ja, dan komen er van die acteurs op je af. Die gaan dan van alles met je doen. En je weet niet goed wat je zelf moet doen. Moet je nu gaan zitten? Moet je meedoen? Moet je niet meedoen? Soms is dat best gênant als publiek. Ja, en dat duurt heel lang. maar je wilt steeds meer. Dus het is helemaal niet erg dat het zo lang duurt. En het wordt ook steeds. Dus er zijn dingen die steeds terugkomen. Maar het is niet dat je er een touw kan vastknopen. Het is een soort van vreemd verhaal in je hoofd. En iedereen maakt ook iets anders mee. Want ik kwam buiten en ik heb blijkbaar een hele hoop gemist. Maar dat gevoel heb ik zelf niet. Ik vond het een beetje een voorstelling alsof je op reis bent in een land waar je helemaal niks van begrijpt. En waar je bijna een beetje alsof je in India bent en de hele tijd van het een in het ander wordt gesmeten en geen idee hebt waar je naartoe moet en hoe het werkt en wat je moet doen en hoe je moet gedragen. Het is echt een ervaringsvoorstelling. Het is niet alleen dat je door verschillende locaties gaat, maar ook door een soort van tijdsbesef dat de hele tijd wisselt. Zoiets. Ja, je hebt dat oude Russische en dat moderne. Nou ja, je hebt een soort van shoppingcenter. Dat gewoon geplaatst is in die Russische droom. Ja, kijk. And it's a great feeling now that the show's up and running and people seem to be enjoying it. That the huge amount of work that everyone's been put into the show has been worthwhile. So I'm really pleased, yeah. Because the actors don't get any applause because they're still inside the building while we are outside. How do you manage to get them this far? Yes, it's very strange in our shows because there's no point where the audience can applaud. So the performers, it's very hard for them to know immediately what the audience response is. Because it's interactive, of course, they're very close to the audience, so they do get a sense of how the audience are enjoying the show. But we have a book at the end, a visitor's book, where the audience can make comments about what they've seen. And because they don't get a chance to clap, a lot of audience members write their comments in the book, and the performers can then see that after every show, and they get a sense of what the audience thought about that show. The building you work now is completely different than the building you worked in England. It's very modern, it's all emptiness around it. I mean, I've never been here in this region, and it's weird being here. I mean, how did it influence your production? Well, in some ways, it's a very different building to the building where it was in before, which is a department store, a disused department store. And the department store was in an area awaiting a big new regeneration project that had stalled. And here, in a way, it's not so different, except it's 15 years further in the future. In a way, this is the area where the regeneration project has happened, and all the new buildings have now been put up. But in a way, the situation is exactly the same as it was in the previous production, in the previous building, where in the disused building, and that it hasn't changed. All the new buildings are here, but they're all awaiting habitation, and the big question is, what happens now? And that cycle of regeneration, I think, is just as appropriate to here as it was to the co-op, the department store. But there are just different points of that cycle. The co-op was awaiting this regeneration, and here we're now at that period of regeneration. But actually, it's the same situation. Everything is empty, and it's we're waiting. We're waiting for something to happen. We're waiting for the buildings to be inhabited, and at the moment they're not. So in a way, I think there's quite strong parallels, but it's just shifted a little bit to the future here. Komt het uit de voorstelling? Ja, en al die enceneringen laten mij met een melancholiek gevoel achter. Van verlies en vervreemding.
En nou, stof tot nadenken, zeker in dit kantoor Kolossenpark, waarvan de helft naar ik aanneem leeg staat, als het er niet al meer dan de helft is. En wat daarvoor is opgeofferd. Dus ook weer een fantastische hedendaagse actuele locatie. Ja.